Seksueel molest op de werkvloer komt pas aan het licht wanneer de schade al is aangericht. PL-parlementariër Evert Carto heeft vandaag in de Nationale Assemblée samen met andere leden erop gewezen dat vooral op overheidskantoren seksueel molest vaker voorkomt dan we denken. Carto zegt dat de gevolgen van seksueel molest op de werkvloer verregaand zijn. Men hanteert meestal of voor wat hoort wat theorie met als gevolg van relatieproblemen. Fysiologische en traumatische gevolgen voor de slachtoffer, voorzitter. Ontevredenheid op de werkvloer en ga zo maar door. Voorzitter, er wordt veel bedreigende argumenten gericht op de slachtoffer, voorzitter. Er ontstaat zo ook een scheefgroei op de werkvloer. Via u, voorzitter, aan het ministerie van Arbeid. Welke maatregelen zullen vanuit het ministerie getroffen worden, zodat de schade aan personen beperkt kan worden? NDP-parlementariër Melvin Bouva wijst erop dat er meestal niet wordt gehandeld tegen de daders bij overheidskantoren, die meestal in hoge functies zijn. Juist de slachtoffers moeten in bescherming worden genomen. Wat gebeurt er met de betrokkenen? Het vermeend slachtoffer, voorzitter, daar is waar ik de nadruk op wil leggen. Dat daar bescherming van moet komen, minister van Arbeid, die ook hier in de zaal is. En die ook vanuit het ministerie een verantwoordelijkheid heeft om arbeidenden te beschermen in dit soort zaken. Wat doet die overheid? Wat wij willen weten is concreet de bescherming. Wat wij willen weten concreet de wijze waarop de overheid met deze zaak zal omgaan. En we willen de wet inderdaad een plek geven om dit soort zaken tot een minimum te beperken. Nooit onder alles of helemaal, maar wel tot een minimum te beperken. De assembleeleden spraken vandaag in het parlement bij de behandeling van de ontwerpwet betreffende het voorkomen en tegengaan van geweld en seksuele intimidatie in zaken arbeid. En de behandeling van de ontwerpwet betreffende het bevorderen van de gelijkbehandeling in zaken arbeid.